Zijtaart bestaat dit jaar 150 jaar en dat willen ze weten ook. Het hele jaar door worden er activiteiten georganiseerd, maar omdat Zijtaart zijn ontstaan te danken heeft aan de bouw van een eigen kerk, ligt het voor de hand dat al die festiviteiten beginnen met een hoogmis. En wie kan beter vertellen hoe Zijtaart is ontstaan dan Helmoet Henst, de voorzitter van de dorpsraad. Dat is op zich een heel mooi verhaal, want zonder Zuid-Willemsvaart was Zijtaart waarschijnlijk nooit ontstaan. De gehuchten, de Biezen, de Krijtenburg en de Leinse Rondweg en de Hemel, Doornhoek, die gingen allemaal in Veghel naar de kerk. En dat ging goed, zolang er geen Zuid-Willemsvaart was. Maar die hebben ze 200 jaar geleden gegraven en toen wilden de bewoners hier, de boeren vooral, die wilden ook een eigen kerk. En na heel lang praten en weken en wegen is dat gelukt. Mede namens pastor Klerks. Vandaar ook dat we hier aan de pastor Klerksstraat staan. En in Veghel vonden ze dat eigenlijk helemaal geen goed idee, hè? Nee, in Veghel vonden ze dat een minder idee. Maar goed, de aanhouder wint of de doorzetter, die wint ook. In dit geval. Dus. En daaruit is een hechte gemeenschap ontstaan, want Zijtaart is niet groot, maar wel heel hecht. Nou, we hebben ruim 1700 inwoners, dus we zijn niet het kleinste dorp van Meijerijstad. Maar een heel hecht, dat zijn we zeker. Dat bewijzen we elk jaar met de carnaval, met alle andere festiviteiten die er zijn. De verenigingen, kijk naar de muziekvereniging die zojuist heeft opgetreden. 120 jaar bestaan die alweer. Toen er jaren geleden de zuster Francesca Nesse het dorp verlieten, toen was er al bij voorbaat al van dat klooster moet behouden blijven en daar moet een goede bestemming in komen. En ja, mede door inzet van vele mensen uit het dorp is daar het dorpshuis ontstaan met daarin de school en de vele activiteiten die daar gehouden kunnen worden. Bij de hoogmis zondagmorgen was ook burgemeester Kees van Rooij aanwezig. Al kon die niet al te lang blijven. Meneer Van Rooij, feest in Zijtaart vandaag. U bent hier ook even bij de Heilige Mis geweest, maar u moet ook weer verder, want een drukke dag voor de burgemeester. Ja, nou, het is op de eerste plaats heel mooi om hier bij de start van 150 jaar Zijtaart, om daarbij aanwezig te zijn. Natuurlijk begon dat op zijn Brabants met een Heilige Mis. De vlag hijste, de jubileumvlag. Ja, en het is het startpunt vandaag met dadelijk nog een koffietafel. Maar vooral heel veel mensen die hier vanmorgen op dit kerkplein zijn om eigenlijk dat startpunt te markeren. Dus ja, een mooie, zonnige, feestelijke dag. Maar ja, zoals hij zegt, er is meer op zo'n dag. Want wij hebben vorig weekend Pasen gevierd, maar de Oost-Europese gemeenschap, die hebben de Orthodoxe Katholieke Kerk, viert dit weekend Pasen. Dus alle Oekraïners die in Meijerijstad worden opgevangen, daar is nu een paasfeest van bij het klooster Franciscanes in Veghel. Dus daar mag ik zo dadelijk naartoe. En inderdaad, muziekvereniging Sint Cecilia, die dit jaar het 120-jarig bestaan viert, met een Lang zal die leven acte de présence had gegeven, konden in Zijtaart de tafeltjes weer worden opgeruimd. Maar het dorp maakt zich op voor een feestelijke zomer.